Yo, wat up beste kijkers van Gonzi Games en welkom terug bij een nieuwe aflevering, deel 2 van Dragon Home. Jullie hebben freaking de 30 likes gehaald onder die video, jullie zijn fucking bazen. En zoals ik beloofd heb, gaan we nou een kijkje nemen in Dragon Home zelf, tenminste in het hoofdfort. Gaan we een beetje ronddurpen, ik laat natuurlijk niet alle geheime dingen zien. We gaan ook nog proberen een beetje naar de arena te gaan, die er ook nog is, dus laat ik jullie ook nog even zien. Dus dat zit als het goed is helemaal, even kijken, even uit F5. Dat zit als het goed is hier, daar gaan we ook nog een stukje kijken. Hier zit nog een haven, wat eigenlijk zo niet af is. Maar we gaan nou voornamelijk even kijken in het hoofdfort hier. Dat gaan we dus ook doen. Dus ga gezellig mee, het was echt super baas. Wat willen jullie de volgende aflevering zien? Misschien kan ik wel naar Braga gaan, noem maar op. Laat het weten in de reacties. Gaan we weer 30 likes halen op deze video, komt er natuurlijk gelijk weer een nieuwe online. Een soort met spotlight is dit, maar... Oh, wacht, dit moet even anders. Dit moet eventjes anders, jongens. Dit moet even een tikje anders. En dan is het echt van... Pam, 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 param, pam, param, pam, pam. Ah, dat is weer meer Star Wars, hè? Dat past er niet bij. Het is meer van... Wacht, dit kan opnieuw, episch muziekje. Denken. Wat is een mooi episch muziekje? Nee, dat is meer op Mario. Wat moet ik nou voor episch muziekje eronder zetten? Fuck it, weet je... Jullie mogen zelf een episch muziekje erbij zetten. Ik zet trouwens even mijn render distance ietsjes verder. Zien we net even ietsjes meer. Zo. Oké, let's go. Kijk dit. Dit zijn de beruchte twee draken van Dragonholm. Die zien er echt zo fucking episch uit. Want check this out, guys. Wie dit echt gemaakt heeft, dikke complimenten. Dit is echt baas. Dit ziet er echt zo mooi uit, hè. Check hier. Hier heb je nog allemaal plekjes. Daar heb je geloof ik nog een tuin zitten waar we straks even gaan kijken. Maar voor nu, kijk dit eens man. Moet je hier. Holy shit, die muren ook en alles. Damn, het wil geen eens laden. Zoveel is er te zien namelijk. Holy fuck. Check it out. Het is gewoon, het wil gewoon echt niet laden joh. Wacht, misschien als ik even reconnect. Aangezien het niet goed wil laden. Zo, server. Ja. Nee, het wil echt niet laden. Holy shit. Misschien als ik mijn shaders of mijn render distance nog ietsjes verder zet. Zo. Dat beter is. Oh, ik zie het al. Volgens mij staan er clouds aan. Even kijken. Video settings. Even kijken. Clouds. Quality. Details. Sky off. Clouds off. Kijk, dat is in ieder geval stukken beter. Dat komt omdat ik mijn... ik heb mijn wolkjes aan. En daar ligt het een beetje aan. Maar check this out, guys. Zie je, kijk. Dit is het beruchte kasteel van Joris. Van koning Joris. En ja, hier zijn echt zoveel slagvelden al gebeurd. En dat is, het staat hier altijd vol roleplay. Het is niet zo dat het leeg is en zo. Maar dit is echt gewoon een fort wat gewoon onneembaar is. Hier kom je echt niet in. Echt niet. Echt waar. Als dit eenmaal helemaal... Wauw, weet je. Er gaan vast en zeker nog wat dingen in gebeuren. Ik beloof het je. Dat gaat gewoon nog gebeuren. Maar voor de rest, we gaan nou lekker naar binnen. En dan gaan we een kijkje nemen in het beruchte kasteel. Check dit, man. Wow, holy shit. Ook vanaf hier. Dit ziet er echt zo vet uit met al die draken. En ik zag in de comment... Ja, Laurens, je bent nieuwsgierig. Ik ben altijd nieuwsgierig. Ik wil gewoon graag dingen bekijken. Dat vind ik gewoon mooi. Ik heb een torch nodig. Even kijken. Aangezien het hier een beetje donker is, kunnen we mooi zo een beetje lopen. Maar hier, check dit, guys. Dit is de beruchte troonzaal. Holy shit. Allemaal lampjes. Allemaal lichtjes en... Wauw. Kijk dit. Dan kom je hier gewoon echt naar binnen en dan heb je echt zoiets van... Wauw. Een dikke drakenhoofd eraan aan de achterkant. Holy crap. Nou ja, drakenkop meer. Geen hoofd en draken hebben. Geen hoofd, draken hebben kop. Dus ja, het denk nou aan Aros. Het is gewoon een kop. Kom op. En dan loop je hier naar binnen, weet je wel. En dan kom je hier en er staat gewoon... Eigenlijk moet Joris er, had mooi gestaan als Joris er nou stond. Zoiets heb van... Koning Joris, wat kan ik voor u doen? Nee, weet je wel, dat zou gewoon fucking gaaf zijn. Maar check dit out. Dit ziet er echt zo mooi uit, hè. Holy crap. Dit is dus het kasteel van Dragonholm. Het beruchte fort. En dan kun je aangaan, er zit hier gewoon Joris eigenlijk. Een beetje zo van... Hey, hey, ik ben koning Joris. Hey. Ja, dan niet met een torch, maar natuurlijk met iets anders. Maar ja, weet je wat, boeien. Daar hebben we het nou niet over. Maar, Emerald Block. Als hier komt, moet je nagaan qua storyline staan hier gewoon allemaal mannen en dat soort dingen. En dat is gewoon freaking vet, weet je. Nou ja, dan heb je hier dus ook nog stoeltjes voor de hertog.
of voor de rechterhand of wat het maar is. En eventueel voor een generaal die hier kunnen zitten. En dat is toch freaking tof. Holy shit. En dan gaan we een kijkje verder nemen, want dan kan je hier ook nog langs. En het is hier echt donker, man. Oké, ontplof maar. Doe maar. Goed zo. Nou, daar zijn we ook weer vanaf. En dan heb je hier als het goed is de plaats van de draken. Ja, kijk. Kijk, hier zitten normaal de draken. Daar beneden zit nog wat. Maar hier normaal, weet je wat? Hier vlogen de draken altijd doorheen. Echt, dat was echt zo freaking gaaf. Dus hier zitten eigenlijk gewoon alle draken. Hier zit je de J van Joris natuurlijk. En holy shit, dit is toch fucking episch, guys. En dan kunnen we als het goed is hier ook nog ergens naar beneden. We gaan even een beetje rennen. Want anders duurt het weer zo lang. Kunnen we hier ook omhoog als ik het goed heb? Jazeker, we kunnen hier omhoog. En dan hebben we hier als het goed is, dacht ik, een balkonnetje nog. Ja, we hebben hier een balkonnetje. Kijk, en dan echt, kijk. Dit is gewoon echt een speciale plek voor een... Ja, voor iemand die alles in de gaten houdt of zo, weet je wel. Heb je boeken bij je, die kan alles beschrijven zo. Een soort met secretaresse, om zo te zeggen. Dat zou wel gaaf zijn. En dan kunnen we hier ook nog verder omhoog. Ja, we kunnen hier nog omhoog. Oh, wacht eens even, we kunnen hier natuurlijk langs. Hier kunnen we ook omhoog. En dan hebben we hier ook nog een locatie, dacht ik. Holy crap, zie je. En dan heb je hier natuurlijk ook nog een zaal. En what the fuck is dit? Button. What does that button do? Ik ben nieuwsgierig. Wat? What the fuck is dit? Dit lijkt wel een soort met kerker of zo. Wat? Hier kan je ook nog naar beneden. Of het is zoiets. Oh, ik heb geen idee. Misschien is het wel iets geheims. Ik ga snel weg. Ik ga snel weg. Dan moet ik hem zeker weer indrukken om hem uit te zetten. Ja, oké, gaaf. Nou ja, wat dat is. Ik heb geen idee eigenlijk. Het ziet er wel gaaf uit. Oké, dan gaan we eens even verder kijken wat hier nog meer is. Check hoe groot deze zaal ook is, man. Echt, het... Ik ben echt nieuwsgierig hoe lang ze hier aan gebouwd hebben. Dit is echt fucking groot. Holy crap. Heb je hier nog allemaal een stukje. Heb je een soort met... Voor mij is dit gewoon een soort met... centrale hal. Waar je overal komt, dacht ik. Want dan kan je hier ook weer omhoog, zie ik. Wat zit hier? Wat zit hier? En dan zou je hier... En dan... Oh! Kijk, dan kom je hier weer bovenuit. Dus dan gaan we even kijken wat hier nog allemaal zit. Hier zit een soort met opslagruimte, zie ik. Met een plekje naar beneden. Oké. Oh ja, hier zitten allemaal kisten. En dan is dit volgens mij een maler of zo. Ik heb geen idee wat het is. Hier heb je allemaal haybales. Damn. Het is namelijk zo groot, Dragon Home, dat ik gewoon een beetje lag heb. Dat ik gewoon moet zeggen van jongens, ik moet mijn settings even ietsjes lager zetten op 17. Aangezien je anders heel veel gaat laggen. Kijk, dat is beter. Kunnen we hier ook nog omhoog, zie ik. Even kijken, ja. En check this. Oké. Oh, hier is een eterzaal. Oké. Dus hier zitten we gezellig met z'n allen, weet je wel, met het hele koninkrijk der Lyord, der Virion. Zitten we hier gewoon allemaal te eten en zo. Terwijl de koning hier zitten van, ja, mijn onderdanen, eet allemaal. Ik zorg voor jullie. Ik ben jullie koning. Zoiets in ieder geval. Ja, gaaf. Zit er ook nog wat in de, zit er nog bier? Hebben we nog bier? Ergens bier? Nergens bier? Oké, we hebben geen bier. Dammit. En heb je hier denk ik de keuken dan, ja. Oeh, heb ik toevallig honger? Nee, ik heb geen honger. Damn it. En hier ook nog allemaal pumpkin pies en... Of tenminste pumpkins en holy crap. Dit ziet er echt zo freaking vet uit, hè. Wow, jullie wouden het zien, dus jullie krijgen het, guys. Dit is dus het fort, het kasteel van Dragonholm. En die ziet er fucking vet uit. Weet je, ik kom geen eens weer tot toe aan de arena, zo groot is dit. Misschien, weet je wat jullie mogen kiezen? Willen jullie de volgende keer de arena zien? Of willen jullie misschien de volgende keer Braga zien? Laat het even achter in de reacties. 30 likes, dan ga ik er een video voor maken. Komt dan de andere dag online. En dat gaat helemaal vet worden. En dan hebben we hier ook nog een soort met... Etensruimte zie ik. Wat staat hier? Bruine klei. Oké. Dan heb je hier ook nog een ruimte zie ik. Allemaal schedels en kistjes. Ik ga even naar het F1, want dan kan ik misschien af en toe even gluren bij dingen. Oké, dan heb je hier ook nog allemaal schedels en zo. Holy shit. Dit is meer om mensen af te schrikken, hè. Even kijken, hier heb je een bed. Zou dit het koninklijk bed zijn? Joris, ik spring op je bed. Oh. Even kijken, oh my god. Dit is echt zo groot. Misschien kan je hier nog langs. Ja, dan gaan we hier naar beneden. Of zou dit gewoon allemaal slaapzalen zijn? En die specifiek is voor Joris. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, want hier heb je volgens mij dan ook weer een... Ja, dit is gewoon centraal voor iedereen als ik het zo zie. Ik ga even gluren in de kist hoor. Er zit er wat in. Nee, er zit niks in. Dat is jammer.
Nou ja, mooi. Gaan we weer even in de F1. Even kijken, dan kunnen we hier ook nog langs. Weet je, dat zijn gewoon allemaal een beetje de centrale kamers eigenlijk. Van de belangrijke mensen die hier eigenlijk hier in Dragonholm zitten. Kijken, dan kunnen we hier ook nog verder omhoog, volgens mij. Hier nog een kamertje zie ik. We gaan even kijken, want volgens mij kunnen we hier ook nog verder omhoog. Laten we eens even kijken. Ik weet namelijk niet alles van Dragonholm, dus dat maakt het voor mij ook wel weer spannend. Oké, dan heb je hier volgens mij een hele opslagruimte. Cool. Oké, nou ja, dan ga ik ook niet verder door. Er zit er gewoon een hele grote opslagruimte met allemaal dingen. Wat jullie vast en zeker wel van de storyline kennen. Kijk, en dan gaan we, weet je wat, dan gaan we hier gewoon verder naar beneden. Want dan hebben we aangezien de boze verdieping hebben we nou helemaal gehad. Er valt echt zoveel te zien. Oh, hier heb je ook nog een opslagruimte. Oké, en dan ga je hier weer verder naar beneden. En waar komen we dan uit? Ik zie hier allemaal oogjes. Het lijkt net zo. Oké, dan kun je hier volgens mij weer naar buiten, ja. Oké, dan kom je hier dus weer naar buiten. En heb je hier nog een plekje, zie ik. Cool. Dan heb je hier die draken weer. En dan heb je hier ook een hele ruimte. Holy crap, dit is een soort met balkon of zo. Weet je wel, als de koning hier staat van... Oké, ik zit hier. Jongens, wij gaan vandaag aanvallen. Zoiets. Zou wel geinig zijn. Even kijken, dan gaan we hier verder naar beneden. Even kijken hier, ja. En dan gaan wij hier omhoog. Dat gaan we gewoon doen. Yes. En dan gaan we hier omhoog. En dan gaan we even naar de tuinen van Dragonholm. Wat gemaakt is door Maui, als ik het goed heb. Die heeft die mooie tuinen gemaakt. En dan moeten we gewoon de hele pokkei natuurlijk weer gaan rennen. Maar dat maakt ze wel uit. Weet je, eigenlijk als je het zo bekijkt. Hè, als je een oorlog hebt hier in Dragonholm. Je moet zoveel kamers door om mensen te killen. Het is echt een doolhof voor degenen die niet in Dragonholm wonen. Maakt het op zich ook alweer gaaf. En dan gaan we hier. Dat hebben we in de etenzaal. En dan moeten we volgens mij hier naar beneden weer. Ja. Die hele trap naar beneden. En dan als het goed is hier naar rechts. Dan zijn we weer bij de ingang. Toch? Ja, hier zijn we weer bij de ingang. Oh, dit is de bovenkant van de ingang zeker. Nee, dit is wel de ingang. Oké, dan gaan we naar buiten. Dan gaan we hier linksom. Dan laat ik jullie de tuinen nog even zien van Dragonholm. En dan sluit ik het ook weer af. Dan... Heb ik jullie gegeven wat jullie wouden. Jullie wouden Dragonholm kijken. Dus dat heb ik jullie nou ook gegeven. Ik ga binnenkort ook weer eens even wat vaker livestreamen. Alleen mijn vraag is, guys. Wat willen jullie in de livestream zien? Ik kan gewoon domweg gaan survivalen. Ik kan andere kingdoms gaan kijken. Of dat soort dingen. Laat het me weten. Kijk dit, man. Die tuinen zien er. Die boom ook. Dit ziet er allemaal zo episch uit. Echt complimenten, Mauri. Hoe jij dit hebt gemaakt. Echt dikke props. Dit ziet er echt zo mooi uit. Ik hou er wel van, weet je, van die hoge heggen. Het is net een doolhof. Kijk dit dan, jongens. Dit ziet er echt zo tof uit. Dan ga je gewoon helemaal hier doorheen. En wauw, zie je ook al, weet je. En dan gaan we naar richting roleplay. Zie je hier al qua roleplay, weet je wel. Je vindt iemand leuk hier in roleplay. Je pakt haar hand, je loopt mee door de tuin. Je gaat ergens op een perfect plaatje staan. Wat zo zeg, kan ik bij die boom... een perfect plaatje. Nou, even kijken. Hier staat rechts staat een boom, toch? Ja. We gaan naar de boom. Ga je hier bijvoorbeeld staan bij de boom. En dan zeg je bijvoorbeeld. Puntje, puntje, puntje. Mooie tuin. Maar jij bent het mooiste in deze hele tuin. Zou je met mij willen trouwen? Weet je wel. Slime, slime, slime. Smack, smack, smack. Weet je wel, de hele mikmak. Zou wel grappig zijn qua roleplay met iemand te trouwen. Natuurlijk hebben we al een roleplay trouwerij gehad. Dat is van Thijs en Niels. Alleen die liep niet zo goed af. Dus ik hoop als ik ooit eens keer een trouwerij krijg hier in Kingdom qua roleplay. Dat het in ieder geval niet zo afloopt als dat. Maar Iels is ondertussen weer terug. Dus dat is op zich wel coole jullie. Oké, dan gaan we hier langs. Ja, oké, dit ziet er wel. Ik merk gewoon dat er heel veel blokjes moeten worden geladen. Want het lijkt hier ontzettend namelijk. Dus we gaan even de render distance even op 15 zetten. Even op normal. En dan gaan we kijken. Dat is in ieder geval iets beter. Maar kijk hoe groot die tuinen hier ook zijn, man. Ik ga een perfecte locatie hier in de tuin opzoeken om af te sluiten. En dan vind ik het wel weer tof geweest voor vandaag. En echt jongens, echt super dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Ik ga sowieso ga ik vaker weer Kingdom video's opnemen. Ik ga binnenkort ook andere video's opnemen. Ga ik ook gewoon doen dankzij jullie natuurlijk. Omdat jullie mij zo steunen. Maar ik ga het ook met mede-reorts doen en met andere mensen natuurlijk. Waar ik gewoon gezellig mee ga dingen gaan opnemen, dingen gaan streamen. Dus ik hoop dat jullie het tof vinden. Volgend jaar gaat er een roleplay komen. En ik hoop dat jullie dat graag willen zien. Beloon deze video sowieso even met een duimpje omhoog, guys. Zie ik dat jullie me supporten. Comments lees ik altijd.
Is er een toffe comment tussen, dan reageer ik er altijd op. Dat is iets wat ik meestal altijd wil doen. Nee, meestal, ik doe het gewoon. Fuck it. Weet je wat? Zet gewoon even een comment onder wat je van deze serie vindt. En wat je natuurlijk zelf van Liot vindt. En ik denk dat dit wel een perfecte locatie is om aan te stappen. Holy shit. Er valt hier nog zoveel te zien. Damn, son. Echt, die tuinen van Dragonholm zijn echt zo mooi. Dan kunnen we zelfs... Ik kan wel door blijven gaan voor deze video. Maar ik ben ondertussen al 17 minuten verder. En dan heb ik nog geen eens alle tuinen hier gehad. Holy crap. Moet ik trouwens ook weer eten? Nou, valt mee. Ik hoef niet te eten. Ik heb hier nog een leuk brugje. En weet je, dit past er ook weer bij. Dit is echt wel... Ik vind het zelfs mooier dan de tuinen van Entropia. De tuinen van Entropia, dat stelt hier niks bij voor, man. Dit is wel 8 keer zo groot. Misschien wel meer 10 keer zo groot. Dit is echt zo episch. Weet je wat? Dit is voor mij wel een perfecte plaats om te gaan stoppen. Guys, willen jullie dit vaker zien? Willen jullie dit meer zien? Wat willen jullie de volgende keer zien? Beloon het dan met een duimpje omhoog. 30 likes of meer. Ga ik gelijk weer een nieuwe soort met spotlight video voor jullie maken. Roleplay volgend jaar. Binnenkort allemaal minigames. Wat willen jullie in stream zien? Laat het me weten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Mensen, tot de volgende keer zeg ik weer gegroet. Maar voor nu zeg ik later.